Het is een bijzondere week voor Mohammed Tabouni en Thijs Oosting. Beide talenten trainen de afgelopen tijd al veelvuldig mee met de A-selectie. En nu maken ze definitief de overstap naar de hoofdmacht. Ja, klopt. Ik trainde wel een langere tijd mee met het eerste. Maar kreeg nu officieel te horen dat ik officieel mag aansluiten bij de A-selectie. Dus dat voelde wel mooi. Hoe voelt dat? Ja, fijn natuurlijk. Dat is waarvoor, waarvoor ik in ieder geval ben gekomen hier. Toen ik 16 was vanuit Emmen. En dat is mooi dat het nu echt is. Thijs! Hoe kreeg je dat te horen? De trainer sprak me gewoon na de training en in de dugout. Niet heel bijzonder of zo, maar voelde nog steeds goed. De overstap geeft beide jonge talenten natuurlijk veel vertrouwen. Ja, zeker. Hard voor gewerkt ook. Lang naartoe gestreefd. En dat het nu gebeurt is denk ik wel mooi op 18-jarige leeftijd. Ik was 16 toen ik hierin kwam. En ja, dan heb je toch het gevoel van, het kan nog alle kanten op gaan. Of, het gevoel heb je zelf natuurlijk niet. Maar ja, dat weet je achteraf. Weet je van, het kan de goede kant op gaan en ook de slechte kant. Maar voor mij is het de goede kant op gegaan. Ondanks dat de stap op papier een grote is, voelt dat in de praktijk op het veld niet heel veel anders dan anders. Ik ken die jongens ook al wel goed ondertussen. En het is niet zo dat ik nu anders moet trainen of iets. Ik moet gewoon nog steeds mijn best doen. En, het is pas het begin van mezelf, dus ik heb nog heel veel doelen. Dus het is pas het begin, ja. Het enige wat verandert is dat je die bevestiging hebt van de trainer en van de staf. Maar ik train eigenlijk al best wel lang mee. Ik train eigenlijk regelmatig al dit jaar mee. Het is voor mij niet per se anders dat ik nu zeg maar officieel ben toegevoegd dan wat ik voorheen was. Tabouni en Oosting maken dezelfde stap, maar als je kijkt naar wat voor type spelers het zijn, zit daar een groot verschil tussen. Toch zouden ze natuurlijk wel een eigenschap van de ander willen bezitten. Thijs scoort heel veel, dat moet ik wel aan mijn spook toevoegen. Dus dat zou ik wel willen, ja. Mo is wel een hele andere speler dan ik. We zijn wel echt twee hele andere types. Hij is, ik denk dat hij wat meer van de kleine ruimtes houdt en ik wat meer van de grote. Dus dat is best wel een groot verschil al op zich. Maar wat ik wel voor Mootje over zou willen nemen. Dan zou ik wel denk ik Mo zijn techniek in de kleine ruimtes over willen nemen als ik iets mocht kiezen, ja. Voor de talenten is het nog even geduld hebben tot ze zich weer kunnen laten zien. Vanaf volgende week hebben ze namelijk vakantie. Althans, dat is hoe de vlag er nu bij hangt. We hebben tot nu toe een vaste vakantie staan. Die kan nog op vier verschillende manieren veranderen, hebben we laatst gehoord. Dus even kijken wat het wordt. En ik ga kijken wat ik ga doen. Want het ligt ook een beetje aan het nieuws, welke kant we op mogen. Maar ik denk dat ik deze keer in Nederland blijf. Zo veilig mogelijk. En dan ergens op zoeken waar ik toch nog een beetje vakantie voor heb, denk ik. En dan na de vakantie begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen eindelijk weer. Ja, zeker. Voorbereiding is altijd iets waar ik naar uitkijk. Het is ook een moment voor jezelf om jezelf te bewijzen. Dus voor mij is het taak om zo fit mogelijk terug te komen en het zo goed mogelijk te doen.